Ik sta hier na de wedstrijd Zevolle Grol met trainer van Grol Henry Goldstein. Voor jullie begint de wedstrijd denk ik vooral voor de wedstrijd al. Ja, hij begon van de week al. Doordat er wat administratieve werkzaamheden niet waren verricht qua pasjes. Dus we moesten twee basisspelers vervangen. Plus dat we twee goede wisselspelers, die mochten ook niet mee. Dus uiteindelijk stonden we eigenlijk zonder keeper. Want de keeper die jullie nu hadden kwam van? Ik denk zevende, vijfde, zevende, zesde, ik weet het niet. Oké. Okay. Ja, vijfde denk ik. Dan naar de wedstrijd van vandaag. Met welke bedoeling staat de Grol aan deze wedstrijd? Nou, kijk, ik had dus hun de keuze laten van jongens, waar gaan we verdedigen? Waar zetten we druk? Nou, en we wilden graag gelijk voorin druk zetten. Ja, en als je dan ziet hoe we dat doen, je speelt tegen Silvold. En als je dan met zo'n instelling het veld ingaat, ik vond nergens op lijken, helemaal nergens. Ik vond Silvold ook helemaal niet zo sterk starten. Maar we hielpen hun echt in de wedstrijd en we waren slap, slap en nog eens slap. Volgende week Orion, dat is een wedstrijd voor jullie wie het erom doet, denk ik, met een schuin oog naar beneden kijkend. Ja, dat soort wedstrijden. We hebben vorige week Spero, die hebben we in ieder geval gewonnen. En toen ging het er ook om en dan gaat ook iedereen ervoor. En als je dat verschil ziet qua inzet met vorige week en de eerste helft vandaag, plus het laatste half uur vandaag, ja, dat is een wereld van verschil. Het laatste half uur zetten we druk, we worden gevaarlijk, we creëren doelkansen. Nou, en dat was vorige week ook zo, maar dan miste ik de eerste helft hier. Dan even kijken naar de trainer zelf, via Grol, nog zelfs erbij gedaan, ruim 14 jaar hoofdtrainer. Hoe ziet de zondag volgend jaar eruit voor Henry Goldstein? Nou, een beetje voetballen kijken, zelf nog wat doen denk ik. Moet maar even kijken hoe we dat gaan invullen, maar dat zal wel lukken. Worden dat de eerste vrije zondagen het komende jaar? Nou, dat zullen vrije zondagen worden, ja lang, na een heel lange periode. Ik bedank je voor je medewerking en wens je nog veel succes met Grol. Ja, dankjewel.